Goedenavond, dames en heren. Het is 9 uur precies. Een mooi moment om te beginnen met de vergadering van de gemeenteraad van Ommen van 14 april 2016. Ik heet de aanwezigen op de publieke tribune, achter het beeldscherm thuis en hier in de zaal van harte welkom. Wij hebben een agenda met één bespreekstuk en een aantal andere zaken en ik wou daar graag een aanvang mee nemen. Kunt u instemmen met de agenda zoals voorgesteld? Dan stelt u die vast. Dan kom ik bij het vragenhalfuur. Er zijn 3 vragen aangemeld. 2 namens de fractie van de LPO en 1 namens de fractie van het CDA. En de eerste vraag van de LPO gaat over het 11 aprilplein. En dat is de portefeuille van de heer Remmers. Ik nodig u uit naar voren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, opnieuw ziet de LPO zich genoodzaakt om vragen te stellen over het 11 aprilplein. Het college heeft nog geen mededelingen hierover de raad doen toekomen, maar de LPO is bijzonder benieuwd naar de laatste stand van zaken. Mocht de tekst, zoals ik die vanavond uitspreek, bekend voorkomen, dan kan dat wel kloppen, omdat deze in grote lijnen overeenkomt als die van 21 januari jongstleden. Zoals bekend heeft de gemeente in het van Sok naar Rok bij de realisatie van het centrum projectontwikkelaar Arctica een somma van 1,6 miljoen toegezegd om daarmee de realisatie van het centrum te bespoedigen. Hierbij heeft de LPO toen al de vraag gesteld wanneer er dan een start zou plaatsvinden van de realisatie van winkelruimte en woningen op het 11 aprilplein. Het antwoord van de toenmalige wethouder was dat er direct na de ondertekening gestart zou worden. Nadat wij in oktober vorig jaar geconstateerd hadden dat er nog geen enkele actie was ondernomen, hebben wij daarover in november opnieuw vragen gesteld. De LPO begon zich toen al namelijk ernstig zorgen te maken over het feit dat wethouder Scheler nog steeds niet in de gelegenheid was om hier te komen wonen in ons prachtige Ommen. Opnieuw kregen wij een duidelijk antwoord. Het kwam door het feit dat de grond om belastingtechnische redenen niet eerder werd overgedragen dan begin januari 2016. Maar de voorbereidingen gingen gewoon door, zodat er direct daarna gestart kon worden. Op 21 januari, ik noemde hem al, zag de LPO zich ook genoodzaakt om vragen te stellen naar de laatste stand van zaken. De wethouder heeft toen gelukkig een aantal vragen kunnen beantwoorden over met name de 1,6 miljoen. Hij was echter niet in staat om een datum te noemen waarop het project eindelijk gestart zou kunnen worden. En opnieuw moeten wij constateren dat er nog geen enkele beweging is bij het 11 aprilplein. Laat staan die bekende schop in de grond. Daarom heeft de LPO de volgende 4 vragen aan het college. Is er sinds 21 januari van dit jaar nog contact geweest met Arctica over het 11 aprilplein? En zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit overleg? Vraag 2. Is alle benodigde grond aan het 11 aprilplein nu daadwerkelijk overgedragen aan projectontwikkelaar Arctica? Vraag 3. Kan de wethouder nu wel een concrete datum noemen waarop de werkzaamheden op 11 april zouden kunnen gaan beginnen? En als er nog geen datum bepaald is, kunnen we dan zo langzamerhand gaan spreken over contractbreuk? Of valt dit nog steeds binnen de gemaakte afspraken? En tot slot vraag 4. Zijn er nog verdere ontwikkelingen rondom het centrum die wetenswaardig zijn voor de gemeenteraad? Namens de LPO, dank u wel. Dank u wel namens het college wethouder ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een versie van minder dan 2 minuten en ik heb een versie van 20 minuten. Welke wilt u? Ik zal de korte versie behandelen. De lange versie, dat is een mail die gisteren binnen is gekomen van Attica. Het is een bevestiging van hetgeen wij vorige week hebben besproken. En dat gaat inderdaad over het 11 aprilplein. We hebben regulier overleg. 1 keer in de 6 à 8 weken met Attica. Even te sloten. De uitkomst van het laatste overleg is dat er een overeenkomst is. Dat de voorbereiding van de grond in volle gang is en dat de akten uiterlijk 27 juni aanstaande passeren. Dat met toestemming van de eigenaar Enexis is benaderd. En Enexis zal naar verwachting in week 25, dus de week van 20 juni, kabels en leidingen gaan verleggen. Dus dat zijn dan de eerste werkzaamheden. Dan zitten wij vlak voor de zomervakantie en dan zitten wij in het hoogseizoen. En dat heeft Attica doen besluiten om in september, dus dat is na de bouwvak en die zal hier de laatste week van augustus zijn, om na de bouwvak te beginnen, dus in september. Zijn er verder nog wetenswaardigheden? U weet dat we bezig zijn met een centrumvisie. We hebben daar een stakeholdersgroep, we hebben daar een aantal exercities mee doorlopen. We hebben Dirk-Jan Droog van DTMP gehad, die ons geholpen heeft met een aantal tellingen, het winkelbezoek, et cetera, het parkeergedrag. Er zijn analyses geweest, detailhandel, de horeca en de koopstromen. We zitten nu in het fase van denken naar doen. We zijn bezig om samen met Bert Broekhuis een traject in te zetten met
concrete voorstellen, een stappenplan, een actieplan voor het centrum. Aan elke actie wordt een geldbedrag gekoppeld. En dat moet nog financieel worden uitgewerkt. We verwachten voor of direct na de zomervakantie alles concreet te hebben. En dan zullen we komen met voorstellen richting de Raad. Voorzitter, tot zover. Ten aanzien van de mail van Attica, die zal ik doorzetten nu naar de griffier, zodat hij deze kan delen met de raadsleden. Dank u. Dank u wel, wethouder de Kurst. Ondanks het feit dat het een korte versie was, kijk even naar de heer Remmers of dit voldoende is op deze manier. Met de mail erbij, akkoord. Nou, dan doen we dat op die manier. Dan kom ik bij de fractie, de tweede vraag, sorry, van de fractie van de LPO, die gaat over de stadsboerderij. Wederom de heer Remmers. Opnieuw, dank u wel, voorzitter. Onze tweede vraag betreft de verhuizing van de stadsboerderij. Ook daar is het alweer enige tijd stil. Maar als LPO hebben we wel informatie ontvangen van verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, die wat ons betreft leiden tot een aantal vragen. Vraag 1 is, klopt het dat alle benodigde vergunningen rond zijn om te kunnen starten met de bouw van het hoofdgebouw en inrichting van het terrein? Vraag 2 is er met alle betrokken partijen overeenstemming over de inrichting van het terrein, beheer van de gebouwen en de financiële consequenties? Vraag 3, is er overeenstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de locatie en de architectuur van de stadsboerderij en met name dan het hoofdgebouw? Zo nee, welke aanpassingen zouden daar eventueel nog gedaan moeten worden? Vraag 4 is, hoe ziet het vervolgtraject eruit qua inhoud en qua tijdschema? En tot slot, wordt het project naar verwachting binnen het beschikbare budget gerealiseerd? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, in dit geval namens het college wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ik zie dat ik naamloos ben, maar goed, men kent mij en neem ik aan voldoende. Allereerst de vergunningen. Op 12 april, jongsleden, is de vergunning verleend voor het realiseren van het gebouw. En daarmee kan ook daadwerkelijk worden gestart met de bouw. Is er overeenstemming met de betrokken partijen? Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en die is ook inmiddels gesloten. We gaan de afspraak over het beheer overigens en het onderhoud nog even in een gebruiksovereenkomst, zoals toen gebruikelijk stellen, die wordt nu opgesteld. Is er overeenstemming met de Rijksdienst? Positief nieuws is dat de Rijksdienst positief heeft geadviseerd. En dat was echt, moet ik zeggen, een heel mooi moment. Rijksdienst heeft nog wel een paar suggesties voor aanpassing gedaan. Dat zijn beperkte, waarover we in gesprek zijn. Dan moet u denken aan kleurstellingen en wat iets meer zijn. Maar daar komen we zeker uit. Dan het vervolgtraject. Hoe ziet het dan uit qua tijdschema? Omdat er ook een Pinksterfair is, hebben we in goed overleg onderling besloten om na de Pinksterfair pas te starten. Maar dat betekent niet dat we zwaar uit het tijdschema komen. We houden nog steeds september aan als realisatie. En niet het minste vraag, wordt het binnen budget gerealiseerd? Zoals het op dit moment lijkt, ja. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Remmers die is tevreden met de beantwoording. Dan kom ik bij de laatste vraag van vanavond. Dat is een vraag vanuit de fractie van het CDA, de heer Dunnewind, over het kruispunt Beersen en 36. Voorzitter, in de raadsvergadering van 5 juni 2014 is er een besluit genomen over het kruispunt Beersen en 36. Het geamendeerde besluit geeft aan dat de gemeente Ommen een inspanningsverplichting heeft om gezamenlijk met andere belanghebbenden, onder andere de gemeente Twente Rand en de provincie Overijssel, de investering voor een ongelijkvloerse aansluiting op de MIRT-agenda te krijgen. In de achter ons liggende dagen leest het CDA in de media dat het kabinet van plan is miljarden in ons wegennet te stoppen. Met dit in het achterhoofd wil de CDA-fractie graag antwoorden op een aantal vragen. De eerste, welke inspanningen zijn er tot nu toe verricht om genoemd kruispunt op de MIRT-agenda te krijgen? De tweede vraag, welke inspanningen zullen er worden verricht om de kruispunt op de MIRT-agenda te krijgen? En de derde vraag, zijn er in het kader van de te ontwikkelen verkeersvisie Ommen 2030 naast kruispunt Beersen nog meer projecten waar het college op zou willen insteken? Dank u wel. Dank u wel namens het college wethouder Ter Kurst. Voorzitter, dank u wel. Zoals bekend mag worden verondersteld, meneer Dunnewind, zit de gemeente niet aan tafel bij het Rijk ten aanzien van de MIRT. Dat zijn de provincies. Wel kan ik zeggen dat de gemeente Ommen samen met Harderberg en Twente Rand langdurig heeft geprobeerd om dit op de agenda te krijgen. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een financiële toezegging. Diverse organisaties zijn op dit moment bezig, waaronder de gedeputeerde die gisteren bekend heeft gemaakt met het Rijk in conclaaf te gaan. Maar ook de gemeente Ommen
gaat via de gemeente Zwolle proberen om het nogmaals op de agenda te krijgen in het kader van de Noord-Nederland-Twente-verbinding. En de N36 is daarvan een onderdeel, inclusief het kruispunt met de flyover zoals u die bedoelt. Ten aanzien van de verkeersvisie Ommen, op dit moment is het nog te vroeg om conclusies te verbinden ten aanzien van de ontsluiting van Ommen. Wel leven er in dit gebied de gedachten, en dat zullen we ook zeker onder aandacht brengen, om de treinverbinding tussen Zwolle en Emmen 4 keer per uur te laten rijden. Dat zal een van onze speerpunten zijn de komende jaren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Dunnewind of die tevreden is met deze beantwoording. Dat is het geval. Dan gaan wij verder met de agenda. Dan kom ik bij de vaststelling van het verslag van 31 maart jongsleden. Daarover heeft ons geen opmerking bereikt, dus ik ga ervan uit dat we dat zo kunnen vaststellen. Akkoord. Dan kom ik bij de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Wie wenst daarover iets te zeggen? De heer Van der Mooren, de ChristenUnie. Ik neem aan dat het vanaf deze plek mag, voorzitter. Dus dank u wel. Tot een van de ingekomen stukken behoort ook een brief van GS van Overijssel. En dat gaat over de informatiebegroting 2017 en een meerjarenraming. Los van het feit dat ons flyers worden aangeboden, staat er ook het volgende aanbod. Namelijk om een presentatie te verzorgen over het financieel toezicht voor uw raad of een afvaardiging daarvan. Nou ben ik geen raad en ook geen afvaardiging, maar ik zou wel via u collega's willen vragen of zij met mij van mening zijn dat dit een nuttig aanbod is waar gebruik van gemaakt moet worden. Bij deze de vraag. Ik heb de indruk dat uw collega's dat een aantrekkelijk idee vinden, dus ik kan me zo voorstellen dat we via de agendacommissie proberen dat te organiseren. Dank u wel, voorzitter. Deze avond kan van mij niet meer stuk. Kan ik anderen ook zo gelukkig maken? Dat lijkt niet het geval. U neemt de ingekomen stukken overigens voor kennisgeving aan. Dan kom ik bij de mededeling vanuit het college van burgemeesters en wethouders. Ik kijk even naar de collega of die een mededeling hebben. Dan heb ik een mededeling. Het college heeft afgelopen dinsdag de besluitvorming over het dossier De Rotbrink afgerond. Dat betekent dat wij een raadsvoorstel hebben vastgesteld. Dat voorstel zal u in de loop van vanavond aansluitend aan deze vergadering worden toegestuurd. Het is een redelijk omvangrijk stuk en dat is de reden waarom ik in ieder geval via de griffier eerder vandaag de fractievoorzitters heb gevraagd om na de bijeenkomst even met mij mee te komen zodat ik een korte toelichting kan geven. Het is geen vertrouwelijke of besloten bijeenkomst, maar ik zou wel graag dat gezelschap willen beperken, zodat ik in ieder geval een korte toelichting kan geven. Daarna kunt u rustig de stukken verder zelf lezen en tot u nemen daar wat van vinden. Maar ik zou het prettig vinden als er in ieder geval die mogelijkheid er even is. Zodat we in ieder geval het proces over en weer helder hebben. Goed. Dan kom ik bij het eerste bespreekpunt van vanavond. Ook het enige bespreekstuk. Dat betreft de samenwerkende particuliere bungalowpark gemeente Ommen die een brief aan u heeft gestuurd. U heeft ook zojuist op uw bureau gevonden een, ja, ik weet niet of het pamflet is, maar in ieder geval een stencil. Met daarop de Forense Belastinggemeente Ommen met een aantal opmerkingen. Het verzoek van een aantal aanwezigen op de publieke tribune was om dat aan u aan te reiken. Het leek ons wel netjes om dat in ieder geval even voor de bespreking rond te delen. De fractie van de VOV heeft de brief geagendeerd. Dus ik wou het eerste woord geven aan de heer De Jonge. Nou, ook ik blijf naamloos. Nog een keer eruit halen. Gaan we nog een keer proberen. Ja, oh, kijk eens aan. Met je poetsen helpt. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, allereerst wil ik even aangeven wat de reden is waarvoor wij dit aan u verzocht hebben om op de agenda te plaatsen. Want ik heb in de wandelgangen begrepen dat daar nogal wat onduidelijkheid over is en dat er zelfs woorden als politiek steekspel zijn gebruikt. En voorzitter, dus dat heeft mij er eigenlijk toe gedwongen, en ik vind het ook niet meer dan normaal dat ik het even goed aangeef van waarvoor we dit willen agenderen. Geagendeerd hebben. Want voorzitter, want als je praat over een politiek steekspel, politiek bedrijven, dat hoort in mijn optiek bij hier in het Huis van Democratie, dat we met elkaar een goed debat voeren over onderwerpen en met name over dit onderwerp. Want voorzitter, net als andere fracties hebben bij de VOV afgelopen tijden zijn er signalen binnengekomen, zowel mondeling als per mail, over de problematiek rond de forensenbelasting. Voorzitter, en
Ja, wij zijn heel erg geschrokken van het aantal bezwaarschriften wat ingediend is. En elk bezwaarschriften, voorzitter, die in onze optiek gemotiveerd zijn met zaken die al eerder in dit huis tot debat hebben geleid. Maar niet tot voldoende antwoord van met name u als college. En daar willen we toch een beetje op inzoomen. En als je dat politiek steekspel noemt, voorzitter, dan wil ik het noemen even spiegelen en terugkijken van hoe processen gelopen zijn en hoe we verder willen. Want dat hoort immers tot de controlerende taak van ons als gemeenteraadsleden. Voorzitter, laat ik helder zijn. Standpunt van de VOV-fractie hebben we altijd duidelijk ingenomen. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, dat wij geen voorstander waren van het verhogen van de forensie en de toeristenbelasting. Dat hebben we in de tijd dat dit aan de orde was, was volgens mij 14 december 2014 uit mijn hoofd, hebben we dat ook duidelijk hier in deze gerenium aangegeven van hoe wij ernaar kijken. We hebben daarop ingezoomd met betrekking de risico's die wij vonden van welke er waren. En ook daar wil ik het straks even met u over hebben, een aantal vragen aan het college. Maar voorzitter, wat wil de VOV-fractie eigenlijk met het agenderen bereiken? Voorzitter, en dat is een debat onderling met elkaar van hoe de fracties kijken van waar we nu staan met de verhoging van de forensenbelasting, wat we in een democratisch proces, moet helder zijn, wij waren tegen, maar in een democratisch proces is dat besluit genomen. En daar heb je ook als tegenstander, heb je daar, hoe vervelend ook is, bij neer te leggen. Voorzitter, wij willen graag een debat voeren. En ik hoop dat de collega's daar mee willen werken om te kijken van hoe we verder willen. En of er misschien niet een moment is van dat we misschien eens een besluit moeten terugdraaien. Want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, voorzitter. En ik begrijp dat dat wellicht allerlei emoties met zich meebrengt. Hè, want als je vanuit een politieke partij, dan wel vanuit een fractie, heel hard standpunt hebt gehouden van die forensenbelasting die moet verhoogd worden om dat terug te draaien. Maar ik hoop dat we hier met volwassen mensen met elkaar eruit kunnen komen dat we goed standpunt innemen om een aantal risico's te voorkomen, voorzitter. En wat de VOV-fractie betreft is, ik ga niet al die risico's herhalen die ik in 2014 en daarvoor al heb aangegeven. En in verkiezingsdebatten die we in de tijd van de verkiezingen met elkaar gevoerd hebben. Voorzitter, wij als VOV-fractie zijn voor een aantal dingen bang. En die wil ik wel benoemd hebben. En dat is voor de grote imagoschade die wij als Ommen oplopen wanneer we verder gaan. Althans, geen maatregel nemen om een genomen besluit terug te draaien dan wel een andere weg in te slaan. Voorzitter, en ik ben me bewust dat dat wat betekent voor de begroting. Voorzitter, en als u aan mij vraagt en als de collega's aan mij gaan vragen van heeft u de dekking voor, heb ik op dit moment niet over nagedacht en ben ik ook van mening dat we die dekking met z'n allen moeten vinden en kunnen vinden, voorzitter. Sterker nog, ik ben van mening, mijn fractie is van mening, dat die dekking gevonden moet worden door het college, dan wel de wethouder van Financiën. Want die heeft, voorzitter, in vorige debatten waar we het over risico's hebben gehad, gezegd dat er geen enkel risico is. En laat ik er maar mee beginnen, voorzitter, om aan de wethouder van Financiën te vragen van hoe die nu kijkt tegen de risico's. Hoe we nu kijken tegen waar we voor staan. Want ik heb gezien vanuit de ambtelijke organisatie, heb ik een mailtje gehad, voorzitter, dat we ongeveer €50.000 uit moeten geven alleen al aan het behandelen van de bezwaarschriften, voorzitter. En nog niemand heeft mij ook, want ik heb begrepen van degene waar het over gaat, de forensen, dat ze bereid zijn om dat gaatje te gaan, zelfs tot de Belastingkamer. En ik heb in stukken gelezen vanuit dit huis dat dat geen hout snijdt, want uit jurisprudentie blijkt dat de Belastingkamer met grote kans van zekerheid alle bezwaren naar zich neer kunnen leggen. Voorzitter, ik heb zitten googelen. Ik heb via de Griffie aan de organisatie gevraagd van kunt u mij nou eens uitleggen, want dat is ook voor ons een heel groot risico die we inschatten. Kunt u mij nou eens uitleggen van waar de jurisprudentie te vinden is? Ik heb ze niet kunnen vinden en ik hoop dat de portefeuillehouder, ja, of u dat nou bent als portefeuillehouder economische zaken of de portefeuillehouder van financiën, dat mag u dan zelf even uitzoeken. Maar ik zou graag willen weten van waar dat op gebaseerd is. Voorzitter, mijn fractie wil voorkomen dat forensen massaal om een rug gaan toekeren.
Want dat zou wat betekenen van Olmen. Ik heb vorige week heb ik een forens gesproken en die zei tegen mij van... Gerrit, wat moet ik nou? Want ik heb het helemaal gehad met jullie als gemeente Olmen. Hij zei, ik wil een nieuwe televisie kopen in mijn chaletje en ik wil een paar nieuwe fietsen kopen. Ga ik die nou in Hengelo kopen of ga ik die nou in Olmen kopen? Die meneer die heeft gezegd van, ik geef jullie nog één kans. Ik ga die televisie kopen bij een ondernemer ergens in Olmen en de twee fietsen kopen in de Vinkenbuurt. Wanneer hij al aangeeft van wat voor belang de forensen in economische zin voor Olmen hebben. En dan praat ik nog niet eens over alle boodschappen die ze bij Jumbo doen. Voorzitter, ik zou graag willen weten van het college, van hoe het college met dit onderwerp verder wil. Voorzitter, en ook dan de vragen die ik net al gesteld heb aan de raad. Van hoe kijken de raadsfracties nou aan tegen de problematiek waar we nu op dit moment staan? En hoe zou de andere raadsfracties hiermee verder willen? En laat ik helder zijn, ik heb net al aangegeven, wat ons betreft gaan we met elkaar een debat voeren van hoe we dit kunnen keren en hoe we de forensen tegemoet kunnen komen, zodat ze weer plezier blijven houden om in Olmen te wonen, in Olmen zaken te doen en ook hun huis op een verzoenlijke manier kunnen exploiteren. Verkeerde knop. Dank u wel, meneer de Jong. Ik kijk even of er overige fracties zijn die woordvoering op dit dossier willen doen. Ik begin een beetje rechts te krijgen bij de ChristenUnie. Niet LPO op dit moment niet, PvdA niet, VVD niet, D66 niet, CDA niet. Dan kom ik bij het college. Ja, de forensbelasting is een belasting, een algemene heffing, een algemeen dekkingsmiddel. Dus dat hoort thuis in de portefeuille financiën en belastingen. Dus dat is wethouder Schelen. Ja, voorzitter, dat is waar. Ja, ik denk dat het gesprek al een beetje lastig is in die zin dat we op een merkwaardig moment spreken. De heer De Jonge wijst er al op dat mogelijk risico's zijn vanwege de juridische procedure. En dat is nou precies het lastige in dit hele dossier op dit moment. Want natuurlijk zijn er gesprekken geweest en het college staat nog steeds open voor gesprekken. En die gesprekken vinden ook nog steeds plaats. Maar we hebben vastgesteld dat we er bestuurlijk niet uitkwamen met de mensen zelf. Dat kan. En men heeft toen aangekondigd dat ze een juridische procedure in zou gaan. En dat is natuurlijk een volkomen recht. We hebben een rechtsstaat en het college wil daar absoluut geen strobreed in de weg leggen. Maar juist op het punt dat je iets onder de rechter brengt, maakt ook dat je natuurlijk als bestuurder weer heel beperkt bent in wat je kunt doen. En wat betreft het college is het dan nu ook aan de rechter om die uitspraak te doen. En als dan, niet eerder dan dat, kun je acteren. Dan heb je natuurlijk nog de risico-inschatting hoe ziet u dat nou? Nou, eertijds heb ik gezegd van, als je er puur juridisch naar kijkt, politiek-bestuurlijk kun je er verschil over denken, dat hebben we met elkaar ook gewist. Maar als je er juridisch naar kijkt, dan denken wij dat toch om een redelijk sterke casus heeft. Dat is ook ambtelijk nogmaals onderbouwd, u heeft die notitie gekregen. En daar wou ik het in eerste instantie toch bij laten, voorzitter. De heer De Jonge, in tweede termijn. Ja, voorzitter, allereerst betreurt het mij dat de overige fracties het debat hier niet over willen voeren. Dus dat betekent in mijn optiek dat, en als ik het niet goed heb, dan hoor ik het graag, van dat de overige fracties zich houden bij het besluit en niet willen debatteren om ervoor te zorgen dat de forensen plezier houden in Olmen dan wel verder kunnen Olmen. Want ik heb dramatische verhalen gehoord, die heeft de college ook gehoord als ik goed geïnformeerd ben. Dus dat betreurt me. En dan zal ik me beperken tot de vraagstelling in de richting van de wethouder. Want ik had ook nog gevraagd van hoe die kijkt naar het moment 28 november 2014 en 6 november 2014. Want op dat moment heeft hij aangegeven, met dank aan de Griffie die de verslaglegging keurig op papier heeft gezet voor onze fractie, daar heel veel werk aan heeft gehad, van hoe die kijkt naar de momenten waar de wethouder als verantwoordelijk voor financiën, en ik hoef die al die risico's niet meer te halen, want die kent u heel erg goed, van hoe de wethouder, hoe het college nu terugkijkt
naar de risico's en hoe we verder gaan met de risico's. En dat beperkt zich niet alleen tot de kosten van de rechtsgang, maar dat beperkt zich ook tot de imagoschade die ik net heb aangegeven en het weglopen van een groot aantal forensen uit Ommen. Maar als ze de huis al dan niet kunnen verkopen, want ik heb begrepen ook bij diverse makelaars die ik geconstateerd heb dat de waarde van de huizen in ieder geval door de verhoging van de forensenbelasting al heel erg gedaald zijn. Dus de concrete vraag is van hoe kijkt wethouder Schelen er nu tegenaan van wat hij in 2014 aangegeven dat er geen enkel risico is en hoe kijkt hij nu naar dit moment en hoe gaan we om met de risico's? Als we dadelijk alle forensen kwijt zijn, hebben we helemaal geen inkomsten meer. De heer Van der Moor. Dank u wel, voorzitter. We zijn natuurlijk enigszins uitgedaagd door de heer De Jonge om een reactie te geven. Dan wil ik niet zozeer het debat in als wel een aantal punten op tafel leggen. En het belangrijkste op dit moment, gelet op het tijdstip waar de portefeuillehouder het ook al over had, welk moment in het jaar praten we hierover, heb ik wel deze voorvraag. In hoeverre zijn er mogelijkheden om het besluit dat wij volstrekt democratisch hebben genomen, zijn trouwens ook woorden van de heer De Jonge, om dat terug te draaien en welke effecten zitten daar vervolgens aan? Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker voordat we detailvragen gaan behandelen die naar mijn volstrekte overtuiging op dit moment weinig tot geen kans hebben, maar ik graag wel meegenomen zou willen zien naar het eind van dit jaar wanneer we gaan praten over de nieuwe ronde. En dan heb ik ook nog wel een aantal vragen daarbij. Een wetenschap die we nu ook in de afgelopen dagen hebben opgedaan door de ervaringen die ons verteld zijn. Maar voor mij hebben die, hoe schrijnend de gevallen ook zijn, op dit moment in zoverre... Nee, laat ik zo zeggen, ik vraag me af in hoeverre waardering van die schrijnende gevallen nu een kans van slagen hebben gelet op de besluitvorming die we tot nu toe hebben gehad. Dus daar zou ik eerst een antwoord op willen hebben. Mijn verhaal is misschien te lang om duidelijk te zijn. Of... Nee hoor, het is volstrekt helder. Voorzitter, mag ik dan bij u bij interruptie daar een opmerking over maken? Nou, dat ben ik dan weer heel tevreden over. Want ik heb andere momenten meegemaakt waar dat niet lukte vandaag, voorzitter. Ja, voorzitter, want eigenlijk deel ik van ook wel een beetje wat de heer Van der Moor zegt. En ik heb, zeg maar, in de voorbereiding hebben wij het een beetje opgeknipt. Want wij zien ook wel van als je terugdraait of aanpast, dat dat leidt tot problemen. Ik heb het net ook al aangegeven, voorzitter, in mijn debat. En ik zou dan graag in aanvulling op degene wat de heer Van der Moor aangeeft, een aantal scenario's horen. En dat hoeft niet vandaag, hè, maar dat zou ook zo snel mogelijk bij raadsbrief kunnen. Een aantal scenario's, want als je hem opknipt, heb je een probleem 2015. Heb je een probleem 2016. Als je het aanvliegt via de route zoals ik hem aangeef. En voor de toekomst moeten we nog wat besluiten in 2014. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen van, als je het aanpast voor 2015, wat betekent het dan, hè? Want daar gaan de aanslagen nou over. Hoe staat het als je het aanpast voor 2016, waar we in de begroting al een besluit hebben genomen? En ik heb ook in mijn eerste vraagstelling gegeven nog geen antwoord over gekregen van hoe het college het tegenaan kijkt. En daar bedoel ik mee van, hoe kijk je voor de kadernota 2017 hier tegenaan? Ik kijk eerst even naar de heer Bongers en dan naar mevrouw Buikelaar. De heer Bongers. Ja, even kijken, hebben we contact? Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, laten we allereerst vaststellen dat ook zeker de LPO wel degelijk bewust is van de ontstaande situatie, waarin heel veel forensen in een grote problematische situatie zijn terechtgekomen. Dat heeft enerzijds te maken met onze verhoging van de forensenbelasting, maar wellicht ook wat andere oorzaken. Aan onze opstelling, want we worden natuurlijk wel in zekere zin uitgedaagd, is het volgende. De huidige situatie kun je op dit moment niet terugdraaien. Dat lijkt ons niet pragmatisch. Ons voorstel, we hebben eigenlijk twee punten. Dat is het eerste, ik neem aan dat in het overleg tussen het college en de betrokken partijen, dat het college iets in zijn achterzak had om toch tot elkaar te komen. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar wat het dan zou zijn, want anders hoef je niet met elkaar te praten. En tweede is, dat is dan vanuit de LPO, is dat wij zeggen van, er komt binnenkort weer een kadernota, dus een meerjarenplan. Nou, ik denk dat we daar met z'n allen behoefte aan hebben
om tussen aanhalingstekens rust te creëren, maar ook duidelijkheid naar de forensen van wat gaat dat betekenen en wellicht moet er wat bijgestuurd worden. Maar dan kunnen we het ook op een, laten we zeggen, gestructureerde wijze doen, want om ad hoc eventjes zomaar de tarieven te wijzen, dat lijkt mij, of lijkt ons geen verstandige keuze. Maar het is niet de monopolie van de VOV om te zeggen van dit is de problematiek van de forensen en wij trekken ons dat aan. Ik denk dat we ons dat allemaal aantrekken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit mij wat dat betreft aan bij de heer Bongers. Het is inderdaad een problematiek die gewoon door iedereen, denk ik, onderkend wordt. Ik denk, zoals we hier in deze zaal zitten, dat we allemaal gesproken hebben met meerdere forensen op meerdere plekken, op meerdere momenten de afgelopen weken. En natuurlijk is het niet iets waar je je oog voor moet sluiten, maar des te meer is het belangrijk dat je ook kijkt naar de bezwaarschriften en dat wat speelt om ook uiteindelijk in die scenario's, hè, dus dat zou een toevoeging dan van het CDA ook zijn, om juist in die scenario's ook te kijken van hoe kun je dan verder gaan, hè, wat zien we dan gebeuren nu, omdat je nu ook op dit moment niet precies weet wat er daadwerkelijk aan de hand is bij een aantal gevallen. Hè, en dat er sprake is van schijnende gevallen, dat weten we ook. En het is wel goed om te kijken van wat zijn dus de mogelijkheden om die inderdaad ten tijde van een kadernota of daarna, maar op het moment dat we dus daadwerkelijk daar serieus over kunnen spreken, om dan te kijken van wat is dan ook de stappen die we dan moeten zetten. Nou, waarschijnlijk wat de heer Van der Mooren zei, ik ben ook een beetje breedspraken, maar ik hoop dat duidelijk is wat ik bedoel. Tot dusver gaat het helemaal goed komen. Mevrouw Legas, VVD-fractie. Laat ik de breedsprakigheid dan maar weglaten en me aansluiten bij de voorgaande twee sprekers. De heer Moerman, Partij van de Arbeid-fractie. Ja, voorzitter, hier kan ik me ook bij aansluiten. En dan gaat het niet zozeer om welke stappen we moeten zetten, maar welke stappen we dan eventueel kunnen gaan zetten. Dank u wel. De heer De Vries Robles, D66. Het zal duidelijk zijn dat ook de fractie van D66 deelt de gevoelens die hier geuit worden en de problematiek die daar mogelijk achter ligt. Wij kunnen in ieder geval aangeven, dat hebben we volgens mij de behandeling van de regeling destijds ook wel gezegd, dat het ontbreken van een hardheidsclausule eigenlijk een omissie was. En daar zullen wij dus ook voor pleiten in het najaar, als wij de nieuwe verordening vaststellen, dat er in ieder geval een vorm van ontheffing mogelijk blijkt voor gevallen waar dat evident aan het belang is. In het belang is. En als laatste opmerking zou ik willen maken. Ja, natuurlijk kunnen wij over de verordening met elkaar praten op het moment dat aan de orde is het vaststellen van een nieuwe verordening voor het volgend jaar. Maar dan moeten we wel natuurlijk ook een dekkingsvoorstel hebben. D'accord. Wethouder Schelen in tweede termijn namens het college. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat er nog een paar dingen te zeggen zijn. Kijk, ik denk dat volstrekt duidelijk was dat eertijds een bezuiniging en ook een stevige bezuiniging onderdeel uitmaakt van het totaalpakket. Laten we dat vooral ook niet vergeten. Uiteraard daar overleg over geweest is, was ook een vraag van de heer Bongers. Het is een stevige opgave. Een van de resultaten van het overleg is ook geweest, en dat is ook trouwens uiteindelijk door de gemeenteraad geaccepteerd, dat de oorspronkelijke verdere verhoging zeg maar toen is teruggetrokken. De bezuiniging van totaal een half miljoen, de vergrote opbrengst van totaal een half miljoen, is dus uiteindelijk teruggebracht tot €250.000. Ja, en overigens heeft de raad een aantal opmerkingen gemaakt op weg naar de kadernota en de verordening, en het zal duidelijk zijn dat het college dat goed heeft gehoord. Dank u wel. Ja, dan zijn we denk ik voor dit moment het einde van de bespreking gekomen. Dat is het geval. Dan heeft u het stuk voor kennisgeving aangenomen. Dan kom ik bij het einde van de vergadering. Ik had overigens mevrouw Schunselaar moeten verontschuldigen, want die was niet aanwezig. Dat had ik bij het begin van de vergadering moeten doen, maar die had zich keurig afgemeld. Dan sluit ik de vergadering, wens ik u allemaal een fijne avond en nodig ik de fractievoorzitters nog even uit om met mij naar beneden te gaan naar de commissiekamer.